Iedereen die dat wilde kon vandaag afscheid nemen van professor Dr. Bob Smalhout. Het lichaam van de geliefde Telegraaf-columnist ligt opgebaard in Zeist. En tussen 1 uur vanmiddag en 8 uur vanavond was iedereen daar welkom. Dit is Uitvaartcentrum Nijenheim. Tussen de mensen die afscheid kwamen nemen waren lezers, maar ook bekenden uit zijn woonplaats Bos en Duin, onderdeel van de gemeente Zeist. Smalhout, die de laatste jaren vaak in het ziekenhuis lag, overleed vorige week donderdagochtend vroeg op 87-jarige leeftijd. Komende vrijdag wordt hij begraven in Westbroek.